zijn eigenlijk een aantal kolommen die we hierin gaan doornemen. Zijn in totaal 10, 11. Dus in totaal testen we dus 10, 11 interesses op €5. Dus 50, €55 per dag per product. Dat doen we 1 tot 3 dagen lang, maar dat doen we op basis van KPI's. Die ga ik jullie later in een andere training nog uitleggen. Maar ik wil in deze training vooral ingaan op welke doelgroepen passen nou bij jouw product en hoe vind je nou deze doelgroepen. Nou, ik heb voor dit voorbeeld even een niche gepakt die in Amerika heel populair is. Wat ik niet per se aanraad in Nederland, maar het is voor het voorbeeld wel een goede, zodat je weet welke woorden je gaat gebruiken om te targeten. Dat is de camping niche. Dus stel je voor je hebt camping of hiking producten. Dan ga je eigenlijk kijken naar kolommen tussen de 800.000 en de 5 miljoen qua grootte. Dus je doelgroep grootte op Facebook moet minimaal 800.000 zijn. En het liefst zo dicht mogelijk tegen de 5 miljoen aan. Dus 4,5 miljoen, 5,5 miljoen is top. Je kan er net wat overheen gaan. Ik zou zeggen maximaal van 7 miljoen. Maar echt onder de 800.000 wil je eigenlijk niet hebben. En per kolom die we hier hebben is dan 1 interesse. Meestal zijn het meerdere keywords. En ik zou aanraden om ze op basis van suggesties te vinden. Shirley had een vraag. Ja, nou, jij geeft niet voorbeeld voor Amerika, maar gelden deze cijfers ook voor Nederland? Ja, die cijfers gelden ook voor Nederland, maar ze wel een andere markt natuurlijk. Want je ziet hier natuurlijk heel veel voorbeelden van iets kleinere doelgroepen. En Nederland en België en Vlaams Gewest hebben 17 miljoen mensen. Dus dan zou ik zeggen, pak iets grotere doelgroepen. Dus stel je voor, je hebt het woord beauty, dan zouden we bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, beauty salons, dat soort woorden echt... Kijk, in Amerika ga je iets dieper in, omdat er zijn gewoon zoveel mensen. En om dan een doelgroep te vinden van 5 miljoen, moest je iets kleinere doelgroepen pakken, zoals hier 160.000, 630.000. Ik zou zeggen, hoe groter, hoe beter qua doelgroep hierin. Per specifieke doelgroep is beter, maar in totaal wat je hebt, per interesse moet wel richting die 5 miljoen zijn. En daarvoor wil je echt die grotere interesses uiteraard gaan pakken. Dat is ook wel een goede vraag, zeker voor die gedetailleerde targeting met minder dan 1 miljoen kijkers. Kijk, lukt dat nou niet in Nederland, kan zijn dat je dan niet boven die 800.000 komt. Dan is het niet erg dat je daarboven gaat. Maar dit zijn echt meer richtlijnen om welke interesses je wil pakken. En stel je voor, je hebt nou eenmaal een winstgevend product. Dan is het altijd interessant om nog zo'n sheet te maken met soortgelijke interesses. Dus dit is iets wat je gebruikt voor de testfase, maar ook eventueel later. Want vaak merk je wel dat de testcampagne na een aantal, laten we zeggen 1 tot 2 maanden wel... af begint te sterven en je doorgaat met andere campagnes. Dus het is altijd goed om deze te gaan verversen. En dan hebben we eigenlijk een aantal camping, Amerika, outdoor living. Het zijn eigenlijk woorden die te maken hebben dus met camping, lifestyle, magazines, National Geographic, climbing, dat soort dingen. Nou, dan hebben we eigenlijk precies dezelfde nog een keer, alleen dan met meer dan 1 miljoen. En ik zou eigenlijk aanraden, als je in Nederland en België zou draaien, dan kan je in principe allebei wel boven de 1 miljoen, want het gaat meer om dat die richting die 5 miljoen aan zit. Dit is meer onder die 1 miljoen als je echt grotere landen zou gaan pakken. Als je bijvoorbeeld alle Scandinavische landen pakt. Of Duitsland en Oostenrijk. Ik zou aanraden voor Nederland en België specifiek gewoon redelijk grote doelgroepen. Zoals hier bijvoorbeeld 22 miljoen, 2, 3 miljoen. En qua interesses is het niet erg als je Engelstalige interesses pakt. Voor Nederland of België. Of Nederlandstalige, dat maakt in principe helemaal niks uit. Qua de naam van de interesse. Dus dat zou ik sowieso doen. Daar hebben we er ongeveer 2 tot 8. En dat zijn echt richtlijnen, weet je wel. We gaan hier wel voor minimaal 2, maximaal 8. Dus ik zou zeggen, als je er meer toevoegt en je doelgroep grootte, wordt hierin ook groter. Dus richting die 5 miljoen zou ik het altijd doen. Maar je wil niet gaan toevoegen op basis van suggesties om maar toe te voegen. En dan dat je doelgroep niet veel groter wordt. Dat heeft weinig zin. Nou, dan heb je nog magazines die met dit product te maken hebben. Dus je kiest eigenlijk in je niche. En deze was het climbing, backpacker. In ieder geval dingen die daarmee te maken hebben. En hoe je deze nou kan gaan vinden is bij Facebook Ad Library zou ik zoeken. Maar je kan ook gewoon even kort googlen naar magazines in jouw niche. Kunnen zowel internationaal zijn als Nederlandstalig of in de taal waarin je verkoopt. Okay. Deze is iets lastiger om te vinden. Het trefwoord dat correleert met een Facebookpagina met een daaraan gekoppelde website. Dus dan zoek je eigenlijk een Facebookpagina. Laten we zeggen bijvoorbeeld Sleeping in Tents bijvoorbeeld. Dat is bijvoorbeeld een Facebookpagina en daarin... is er een link naar een website. En die website hoeft niet per se te zijn dat ze e-commerce producten verkopen, maar het kan ook bijvoorbeeld een National Geographic zijn, gewoon een tijdschrift of dat soort dingen. Deze is wel iets lastiger om te vinden, zeker in een kleiner land als Nederland. Maar het is zeker wel de moeite waard om deze te doen. Mocht je nou bijvoorbeeld 1 interesse niet vinden van de 11, dan zou ik zeggen test gewoon 10 interesses. 10 is ook gewoon prima om mee te beginnen. Maar als je ze wel kan vinden is het altijd mooi meegenomen. Ja. Dan heb je nog sleutelwoordniches tot het specifiek type. Bijvoorbeeld als je auto's hebt, heb je bijvoorbeeld Lamborghini, Porsche, Audi, Mercedes. Heb je merken die daarbij van toepassing zijn. En bij camping waren het meer schildpadden, salamanders, insecten, kikkers. Die van toepassing zijn voor de natuur, voor het hiken, voor outdoor. Dat soort woorden zoek je eigenlijk binnen je niche. Die echt iets meer in de niche zitten waar jij in verkoopt. Dus echt iets dieper erop ingaan. Dan gaan we door naar gepassioneerde trefwoorden. Dus echt mensen die echt een passie hierin hebben. Dat zijn vaak doelgroepen die iets kleiner zijn qua grootte. Omdat ja, als iedereen er een passie in heeft, dan is de doelgroep meestal niet super groot, zeg maar. Dus het maakt niet uit of het zoals hier veel magazines zijn. Je moet wel zoeken naar woorden die echt specifiek dieper zitten in je niche. Dus niet bijvoorbeeld persoonlijke verzorging. Maar ik zou zeggen echt nagelverzorging bijvoorbeeld. Ik noem maar iets. Maar dat je iets dieper ingaat op je product. En dan gaan we door naar allemaal single interest. Dus dit waren allemaal keywords met minimaal 2 tot 8. En hierin gaan we eigenlijk naar 1 keyword. Dus hierin zoek je gewoon 1 woord dat toepasbaar is voor jouw product. En dat je kan gaan draaien. Nou, tv-programma's en groepen met betrokkenheid. Veel likes, comments, frequente berichten. Het gaat om tv-shows of populaire Facebookgroepen eventueel. Dit is gewoon een voorbeeld van Duck Dynasty, maar je hebt bijvoorbeeld ook Linda, je hebt tijdschrift Privé. Wat voor programma's heb je tegenwoordig nog meer op tv? Vandaag in Site bijvoorbeeld. Je hebt heel veel tv-shows die eventueel te maken hebben met je product. Stel je voor, je hebt een speelgoedproduct, zou je eventueel Nickelodeon of dat soort dingen kunnen opzoeken. Echt dat je wat dieper ingaat op je product, want daar zitten vaak je kopers. Oké. Dan gaan we naar het fundamentele keyword, echt een nekflex. En dat is het allergrootste woord dat je maar kan bedenken omtrent je product. Dus stel je voor, je hebt beauty, dan zou ik zeggen persoonlijke verzorging. Dat is gewoon het grootste wat daarin is. Nou, dan heb je gerelateerde nicheflex, is letterlijk de eerste suggestie die je daarin vindt, zou ik vaak doen. Dus stel je voor, je hebt persoonlijke verzorging, dan heb je misschien daarna gezondheidsverzorging. Dat soort woorden, zeg maar. Dus echt het grootst mogelijke woord is je nekflex. En op basis van de suggestie, de tweede grootste is vaak je related niche, om daarin te pakken. Dan gaan we door naar eentje die waarschijnlijk heel tijdrovend gaat zijn, maar wel heel erg de moeite waard. Dus is dat je gaat kijken dat als je je product hebt gevonden online, bij Facebook Ads Library, dat je gaat kijken naar de likes en de comments op die post. En dat je gaat kijken van, hey, welke pagina's volgen deze mensen uiteindelijk? Het is wel een tijdrovend proces, want je moet 1 voor 1 iemand gaan checken welke pagina's die volgt. Maar als je ziet van dat er steeds dezelfde pagina's terugkomen, dan zijn dat altijd goede interesses om eventueel te testen. Hierin hebben we wel 2 tot 8. Nou, Affinity hebben ze weggehaald afgelopen jaar, dus die gebruiken we niet meer. Maar deze wel iets lastiger, gaat iets meer tijd kosten, maar is zeker de moeite waard om een hele mooie ROAS te pakken voor je product. Nou, dan hebben we ook nog de topwinkel, kleinere retails in dezelfde betrokkenheid. Moet je bijvoorbeeld denken als je een speelgoedproduct hebt, zou ik gewoon denken, gewoon Intertoys, zoiets. Daar wil je echt, je wil eigenlijk een soort fysieke winkel hebben. Zo groot mogelijk denken daarin. En die gaan toevoegen. Stel je voor, je hebt, laten we nog even een ander voorbeeld hierbij. De Gamma is ook bijvoorbeeld een hele grote winkel. Stel je voor, je hebt iets voor in-huisproducten of badkamerproducten. Is dat wel een goede om eventueel toe te voegen. Je kan 1 voor 1 sheets gaan maken voor al deze 20 producten. Dat is wel wat ik aanraad voor alle 20 producten die je gaat testen. Om het gewoon erbij te houden. Maar je kan ook gewoon 1 voor 1 gaan invullen. En dan gewoon in je campagne zetten. Ik vind het persoonlijk fijn om gewoon de sheets te laten maken, zeg maar. Om gewoon de hele sheet te hebben. In het begin zal het waarschijnlijk wel even wat tijd kosten om dit in elkaar te zetten. Maar het is wel een richtdoel dat je dit echt in 20 minuten zou kunnen doen. Hoe vaker je dit gaat doen, hoe beter je erin wordt. Onderin zet ik altijd de gehele doelgroep grootte. Dus alle doelgroepen bij elkaar. Natuurlijk hebben we hier een aantal single, maar ook een aantal met meerdere. Daar zet ik gewoon het getal bij. Dan weet ik van, hey, hoe groot zijn ze? Deze is 4,7, 5, 5,2. Dit zijn allemaal redelijk richting de 5. Dus ik zou wel redelijk wat tijd besteden om zo dicht mogelijk tegen die 5 miljoen aan te gaan zitten. Dat gaat gewoon heel erg bepalen van, hey, of je waarschijnlijk een winstgevende ROAS gaat krijgen of niet. Er zijn altijd heel veel theorie over in Facebook wat je wel en niet moet doen. Maar ik merk gewoon door de jaren heen dat dit voor mij het beste werkt. En dat ik persoonlijk nooit boven de 10 miljoen zou gaan. Nooit boven de 7 miljoen ook niet. En ook niet onder de 800.000. Want dan krijg je gewoon zo'n kleine doelgroep. Dat het niet de moeite waard is om daarin te gaan testen, zeg maar. denk dat dit dan wel redelijk was, eerlijk gezegd. Redelijk kort. Ik hoop dat het redelijk duidelijk was voor jullie. Leon? Ja, dus als ik het goed begrijp, deze kolommen die zijn eigenlijk gelijk aan de kolommen in adverteren met Facebook. Ja, je hebt dus Facebook Ads Library, kan je dus zoeken. Dus ik raad aan om op basis van het product dat je hebt de niche te vinden. Dus stel je voor, je hebt een speelgoedproduct, zit je in een speelgoedniche. En dan ga je bijvoorbeeld speelgoedinteresses vinden. Dus intertoys of kinderen of baby's of ouders. Woorden die te maken hebben met jouw product. Met de niche van jouw product. En die kan je dan hierin gaan invullen en dan kan je het makkelijk bijhouden. Want wat hier nou het voordeel van is, heel veel mensen zullen dit niet doen en die zullen gewoon heel breed, dus geen interesse doen. Maar dan laat je bijvoorbeeld ook advertentiekosten heb je dan. Dan laat je het aan mensen zien die totaal geen interesse hebben in jouw product. Stel je voor je hebt een vrouwenproduct. Dan ga je het ook bijvoorbeeld aan mannen laten zien die bijvoorbeeld geen vrouw hebben of wat dan ook. Die totaal geen affiniteit hebben met jouw product. Dus hiermee beperk je eigenlijk dat mensen jouw advertentie niet zien die geen interesse hebben in jouw product. En maximaliseer je eigenlijk het bereik voor de mensen die wel interesse hebben in jouw product. Om ook sneller winstgevend te raken, zeg maar. Want anders ga je straks advertenties laten zien aan mensen die geen interesse hebben in jouw product. Ja, en dan ga je gewoon geld door de wc spoelen, om het zo maar te zeggen. En dat schiet gewoon niet op. Ja, maar goed, dit heb je al een keer opgestuurd, hè? Toch? Naar iedereen, deze sheet. Ja, dus hij staat ook in de cursus. En dit is wel echt specifiek voor Shopify, zeg maar. Dus echt voor eigen websites. Dus deze sheets hebben de mensen ook. Die staat ook in de cursus. Maar ik kreeg ook best wel wat vragen over. Dus ik denk, ik leg het even wat uitgebreider uit. Dat jullie er ook een beter beeld bij hebben. Het is wel een beetje trial and error in het begin van, hey, hoe moet ik het ongeveer doen en welke producten en welke niche? Ja, het is gewoon een beetje ermee spelen en vanzelf krijg je wel door van, hey, dit soort interesses zie ik vaker. En wat ik zou doen, ik heb bijvoorbeeld de interesse wijn, al die parties, als ik die zou testen op een product, 9 van de 10 keer is die bijvoorbeeld op mijn ad-account winstgevend. Dus ik zou heel erg in de gaten houden van, als je een interesse hebt getest en hij is winstgevend, hij maakt sales, test hem dan ook gewoon nog een keer op bijvoorbeeld een ander product dat je test. Of in een nieuwe campagne. Want vaak is het zo, als het op één ding werkt, dan heel raar. Dan werkt het op andere ad-accounts heel vaak. Op eentje loopt wijn heel goed bij mij. Op andere loopt bier. Op andere loopt de Aldi heel erg goed. De andere Linda Meijden volgens mij. Beauty salons. Het verschilt ook een beetje per advertentieaccount. Maar ja, zodra je ziet van, hey, het loopt goed, dan zou ik het zeker vaker testen. Maar op het moment dat wij dit hebben ingevuld, zeg maar, en de campagne hebben aangemaakt, dan kunnen we jou bellen of appen dat je even meekijkt. Ja, meestal bespreek ik ook wel de sheet zelf en hoe de campagne in elkaar staat. Dus bijvoorbeeld, hoe stel je de gehele campagne in? Welke video gebruik je? Welke advertentietekst? Maar ook welke doelgroep, welke landen, welk geslacht, welke leeftijd? Want ja, als je bijvoorbeeld een kinderproduct hebt, is het niet heel erg relevant om dat aan 22-jarige jongens te laten zien, bijvoorbeeld. Die hebben vaak geen kinderen. Ja, misschien een broertje of zo. Dat zou eventueel kunnen. Maar in ieder geval, daar help ik ook altijd bij. Dus we kijken ook op welke plaatsingen we dat doen. We doen plaatsingen op Facebook Stories, Instagram Stories en nog 2 andere. En eigenlijk op die alle andere overzichten, Instagram overzicht en Facebook overzicht, op die 4 doen we eigenlijk plaatsingen. Want daar krijg je de meeste sales uit. Op Instagram Reels, Facebook Reels, op alle andere soorten plaatsingen. Ja, het zit gewoon lage kwaliteit traffic die minder snel een aankoop zullen doen. Dus ik merk dat de meeste mensen aankopen doet letterlijk uit je Instagram overzicht als mensen aan het scrollen zijn. Of op Facebook of vanuit de stories. En die andere, ja, daar krijg ik eigenlijk te weinig aankopen uit om dat aan te zetten, zeg maar. Later kan je het altijd AB testen, maar we gaan altijd uit van die 4, zeg maar. Top. Ik hoop dat duidelijk was.